Fantastisch. Hey, kijk, het was serieus, hè? Je vader. Hoe was je vader eigenlijk? Nou ja, ik sprak hem nooit zoveel. Was altijd druk met werk. Altijd wel bezig met iets. In de molen? Ja. Onder andere. Nee, ik heb geen idee. Ik mocht er nooit in de buurt komen. Ik ben er zelfs nooit binnen geweest. Je kan me zo wel een rondleiding geven. Het is daarboven zo stoffig. Ik denk dat jij er gelijk zou gaan schoonmaken. En dat is op zijn minst al minstens 2 weken. Ik heb net nog een dode vogel opgeruimd, dus. Nou, dan wacht ik nog wel 2 weken. Wanneer komt die boer eigenlijk? Die komt over ongeveer een maand. Ik heb 2 weken de tijd gekregen om de molen te repareren. En een maand om het graan te malen.
Kom bij dan toch. Waarom vervloekt hij ons toch zo? Thomas? Je brengen. En je aansteker die je kwijt was, dus ik Marie, je aan... verstoort me in mijn concentratie. Oké. Okay. Nou, laat me de koffie hier neerzetten. Marie, en... wegwezen. Sorry, laat me alleen de koffie hier neerzetten. Marie, ik zei wegwezen. En neem die troep ook mee. Nou, zeg. Ik vind niet dat je zo... Marie, ik heb wel meer aan mijn hoofd dan de godganselijke dag koffie zuipen en lachen met jou. Kijk eens om je heen. Zie je dit alles hier? Dit had snotverdijen niet morgen of overmorgen, maar eergisteren al klaar moeten zijn. En het helpt me echt totaal niet als jij alleen maar druk maakt om koffie en bonbons. En nou wegwezen en laat mij met rust.
knipt het al een beetje. Ik voel me al een tijdje een beetje alleen, Thomas. En ik snap dat je hier niks aan kan doen, want ja, die molen moet natuurlijk af. En dat snap ik ook. Je bent waarschijnlijk nog een hele maand terug bezig in de molen, maar ik merk dat ik na 2 weken gewoon nog gek word. Thomas? Ja. Hoe dan ook, ik denk erover een telefoon te laten installeren. Een telefoon? Ja, dan kan ik babbelen met Sarah. Dan kan Marie, ik zet dat voorlopig even uit je hoofd. Ik heb hier echt even helemaal geen zin in. Ik heb er immers ook helemaal geen tijd. Ja, maar dat kan ik zelf toch ook. Daarnaast kunnen we het waarschijnlijk niet eens betalen. Telefoons zijn sowieso voor mensen met te veel vrije tijd. We hebben het immers altijd al zonder overleefd. En dat zal nu ook echt wel loslopen. Boe! Heb je de afgelopen 2 weken kaart je best gedaan om die stomme molen te repareren? Zijt je lieftallige vrouw je alleen maar aan je kop? Heb je uiteindelijk die vervloekte molen gerepareerd? Zorgt je egocentrische vrouw niet eens voor een warme maaltijd? Fijn hè? Zo'n vrouw die je daadwerkelijk geen steun biedt. Een vrouw die alleen maar loopt te kleineren. Doet de molen het? Doet de molen het? Het verbaast je. Ik zei toch dat ik helemaal geen hulp nodig had. Ik ben bij Sarah en Kees geweest. En je hebt ze gesmeekt me te komen helpen. Hij vertelde me dat je het hem geen eens hebt gevraagd. Ah, nee. Marie, waarom bemoei jij je niet met je eigen zaak? Dan kan ik weten en ook mijn brood op de plank krijgen. We hebben met z'n 3 een telefoonabonnement afgesloten. Wat? Ze komen er binnen 2 weken leveren en installeren. Volgens mij hadden we gisteren afgesproken dat helemaal niet te doen. Volgens mij hebben we daar helemaal geen... Marie, je hebt het hen toch niet gevraagd om het te betalen? Weet je wat, Marie? Wat als jij niet met je eigen zaken bemoeit en helemaal nergens meer heen gaat?
koffie. Thomas. Sorry. Ik heb geen bonbons. Marie, wat doe je hier? Ik was op zoek naar jou. Nou, gefeliciteerd. Je hebt me gevonden. En ga je me dan nu vertellen waarom je in godsnaam op zoek bent naar mij? En zorg dat het waard is. Want buiten mij heb jij hier helemaal niets te zoeken. Thomas. Weer soms ergens aangekomen? Heb jij soms met die dengeltjes van je ergens aangezeten? Thomas, ik maak me zorgen. Ja, eindelijk ja. Ik maak me al 2,5 week zorgen. Ja. Ik maak me zorgen om jou. Wat? Thomas, het gaat niet goed met je. Je hebt echt rust nodig. Rust nodig? Hoor je dan niet wat ik net allemaal zei? Ik heb verantwoordelijkheden. Ik kan niet zomaar rust nemen. En als jij wil dat ik rust krijg, sodemiet er dan gewoon mijn molen uit. Nee. Pardon? Ik wil eerst weten waarom je dat allemaal daarop doet. Sodemiet. Thomas, hoor jezelf nou. Luister eens naar me. Laat me gewoon praten met die boer en we kunnen geld in even slaan, oké? Marie, ik zweer bij God. Als ik je nog één keer hoor over die Sarah en Kees. Ik zweer het je. Wat ik je misdaan heb. Thomas, we moeten weg hier. Ik ga het verkopen. Jij hebt mijn leven al genoeg geruïneerd. Jij gaat mij dit niet afpakken. Ik ga helemaal nergens heen.
Dan ga ik alleen. Geef me de sleutels van de brommer. Marie, geen domme dingen doen. Thomas. Jij wilt de sleutels? Ik heb ze hier. Ze zitten in mijn zak. Achteruit. Thomas, ik meen het. Blijf bij mijn moeder, geef me die sleutels. Vertrouw me, Isa. Vertrouw me. En dan kan je kijken hoe je mannetje dat allemaal weer oplost. Want dat doe je toch zo graag. Kijken. En helemaal niets.